Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 4 maart. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het schermje van mijn camera doet nu helemaal niks meer. Dus ik kan mijn kaartje niet formateren. Want kijk, als ik hem aanzet, hij blijft zwart. En mijn kaartje zit vol. Dus ik moet even kijken of ik het via de computer kan doen. Ik ben al weg geweest. Ik heb een boodschap gedaan. Ik had al vroeg een afspraak. Dus dat was allemaal wel goed. Ik was alleen het boekje vergeten. We doen nu een boekje. En die heb ik gewoon niet thuis liggen. Maar ik had het verkeerde boekje meegepakt. Ik had een ander mapje meegepakt. Super stom, want het blijft dan de hele dag in mijn hoofd zitten. Maar het was niet erg, want zij kon die papieren daar gewoon even uitprinten. Maar ik vond het super stom van mezelf. Voor de rest, gisteravond heb ik een nieuw programma gekeken. Dat was van Frans Bauer. Ik kan nu even niet nakijken hoe het heet, omdat ik ze met de telefoon viel. Daar gingen ze mensen bedanken. Ging hij een dag meelopen met een dienst. Hij liep eerst met een nachtdienst mee. Voor mensen die extra zorg nodig hadden en... Wilden die man in het zonnetje zetten omdat hij al 40 jaar lang daar werkte. En voor de politie wilden ze mensen in het zonnetje zetten omdat ze... die hadden een klein babytje begeleid van Groningen naar Rotterdam. En dat was zo goed gegaan omdat het kindje had echt... Dat was echt heel gevaarlijk. Dat was nu allemaal heel goed gegaan. Dus vandaar dat ze hun wilden bedanken. En daarna heb ik gekeken naar... 5 Days Inside vond ik ook wel heftig. Dat ging, Natasja Vroken, die ging bij mensen die een eetstoornis hadden. Of in ieder geval iets met eten. Dat was ook wel heftig. Die mensen die zaten 8 weken daar. En die moesten dan weer leren omgaan met eten. En hun zagen dat echt als de vijand. Dus dat was best wel een dingetje. Vond ik wel heftig. Ik heb Klee gekeken, was wel leuk. En ik heb daarna Rex gekeken, was ook gewoon leuk. De vlog is al af, dat scheelt. Dus even kijken wat jullie er vandaag gaan bijzetten. Dat is een beetje nu lastig, omdat de camera het dus even heeft begeven. Dus daar moet ik even naar kijken. Ik zal jullie in ieder geval even de boodschappen laten zien. Dan ga ik even wat drinken en even een videootje kijken. En dan ga ik daarna eventjes hier in de woonkamer aan de gang. Dan ga ik de bank aan de kant halen. Dus dat wordt ook wel even een dingetje. Maar ik ga het nu dus even anders laten zien. Als jullie voor mij gewend zijn. Dus ik ga het gewoon op de boodschappentas richten. En dan pak ik het even uit. Ik had erg veel boodschappen gehaald. Ik ben al even bij de Boni geweest. Daar heb ik 4 zakken aardappelschijfjes gehad. Want het was 2 zakjes voor 2 euro. Ik heb ook even toiletpapier gehaald. Die komt bij de Plus vandaan. Oeh, sorry, tijgertje. Even wat rookspullen. Ik heb even pizzabonen gehad. Die hebben ze alleen maar bij de Boni. Ik had het voor gehaald. Ik ga het zo gelijk opruimen. Oh. Ik heb 2 keer boontjes. Dan eet ik het nog een keertje vrijdag. Want we hadden het nu in aanbieding. Voor 89 cent. Ik heb 2 keer de Ajax gehaald. Die was ook weer een eurotje. Ik heb ook eventjes weer dit voor gehaald. Het zachte voor. Een broccolietje voor maandag. Nieuwe handschoentjes. Zodra ik mijn handschoentjes aanbreek, haal ik nieuwe. Zachte tas. Ik weet niet hoe het nog had liggen. Het was weer top geregeld. De Bami was de zakjes voor Bami, macaroni en dat soort dingen waarin aanbieding voor een euro. Die heb ik ook even gehaald. Snoepsels voor zondag. Ik heb eigenlijk alleen niet naar de houtbaarheidsdatum gehaald. Even 8 tot de 8 zou dat red ik. Ja, dan heb ik 2 pakjes met spekjes gehad. Ik haal die altijd bij de Lidl, maar die waren op. Dus ik moest nu wat duurder aan. Had ik ze maar bij de Boni gehaald, want ze zijn een stuk goedkoper, maar dat wist ik niet. Ik heb chocomel gehaald. 2 zakjes met zuur. De een ligt nog op de bodem. Even weer mijn bakboter, want die was bijna op. Nou, nog een pakje Bami. Ik had er 2 gehad. Ik heb even wat koffietupjes gehaald voor de melk. Want ik weet niet of ik meer had. Vast wel. 2 flessen Glorix. Die waren ook 1 euro. Die vind ik wel heel fijn. Ik had nu van het eigen merk. En die draait, dan draait die dop heel erg los. Dus ik had al heel veel verspild. Dat heb ik. Ik heb bij de Lidl hadden ze deze afwasmiddel. En die is super lekker. Dit is een soort limited edition. Die hebben ze niet altijd. Dit is nu een beetje met Sweet Sixties. Die is heel lekker ook. Ik heb 3 flesjes gehaald. Ze waren 89 cent. Ik heb de Hot 50's. En de Peppermint. Die is ook echt heel erg lekker. Peppermint Peach. Ook deze waren 1 eurotje. De cranberry spul. Dus die heb ik ook even 2 flessen van meegenomen. Een pak met slavinken heb ik nog gehaald. Die ik daar. Nou, dat zie je nog. Naast gehaald. En ik heb oogcreme. Dit was nu eye mousse. Dat leek me wel eens fijn om te proberen. Dat was nu maar 2 euro bij de Lidl. En ik heb een broodje voor meteen. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga dit even opruimen. En dan zal ik jullie proberen er straks bij te zetten. Thank you.
klaar en het is pas 4:10. Hoe goed heb je dit gedaan, vind ik zelf. Nou ja, eventjes de bank naar voren gehad. Er lag best wel veel troep onder. Je krijgt nog geen eten tijgen. Moet zeggen dat er echt wel veel zooi onder lag. Ja, vooral veel kots wat dus al was opgedroogd. Maar dat heb ik allemaal weggezogen en allemaal opgedweld. Dat is allemaal lekker weg. Zelfs het kastje van de tv is naar voren geweest. Dus ik vind dat ik echt goed bezig ben geweest. Mijn kussentje zit weer op de stoelen. Dus ik ben een heel dankbaar mens op dit moment. Het voelt zo goed als dat allemaal weer schoon is. Ik heb wel mijn nagellak al een beetje beschadigd, maar dat was te verwachten. Ik ging nog even bullet journalen. Ik heb mijn handwas erin zitten. Dat ga ik jullie er even niet bij zetten, omdat ik hier nu al heel veel heb gefilmd. Maar, oh, ik ben echt zo blij. Dat voelt zo ontzettend goed als je gewoon je woning weer klaar hebt. Misschien ga ik wel even boven zitten. Dat is misschien ook wel een goed idee. Alleen mijn muziek is leeg. Dus dat is een beetje jammer. Oh, ben ik dankbaar voor mezelf. Ik heb mijn gordijnroede afgenomen. En de bank heel goed afgezogen. Ik heb alle kleedjes weer neergelegd voor de katten. Dus echt helemaal top. Goed, ik ga even bullet journalen. En dan zie ik jullie sowieso straks nog even terug. Nou, ik heb net de katten gevoerd. Ik heb even boven gewerkt in mijn bullet journal. Even wat kunnen doen, niet superveel hoor. Want ik ben om 4:10 ongeveer weer naar beneden gegaan. Want de katten moesten ook alweer bijna eten. Dus kon ik het eerst even netjes opruimen. Was wel even fijn. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Vanavond ga ik kijken naar Sterrijkstraat Arm. Je hebt geloof ik ook nog goed gelukt. Maar of ik dat leuk vind, weet ik niet. Klee, Rex. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet echt heel veel waar ik naar ga kijken. Ik moet nog eventjes de vlog die moet nog online. Ik moet nog even een artikel online zetten. Dus eigenlijk niet een hele spannende avond. Ik moet ook nog even... Nee, ik moet helemaal niks. God, ik wil mezelf van alles aanpraten, maar ik moet helemaal niks meer. Want het is goed. Jij straks even die handwas ophangen, maar dat is het ook. Dus verder wel een lekker rustig avondje. Dus dat is ook wel lekker. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij met mijn schone woonkamer. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 5 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ben lekker snotterig en snippig. Ik heb wel een lipstick die bij deze nagellak past. Omdat het dus zo'n complete set van Essence. En ik heb nu de lipstick op. De lipstick is wel lichter als de nagellak. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, dat is niet anders. Ik heb even wat dingen opgeruimd. Ik heb de verwarming lekker aanstaan. Ik heb mijn dekbed overtrek gewassen. Dus die hangt hier. Als die andere nou droog is, kan ik hem even daar overheen hangen. Dat zou handiger zijn. Die had ik gisteren dus even in de handwas gedaan. Samen met mijn nieuwe pyjama en mijn nieuwe trui van de huishoudbeurs. Ik wil eigenlijk boven even wat schoonmaken. Ik moet wel zeggen, ik ga niet alles doen. Dus ik ga nu gewoon even dingen nat afnemen. En dan ga ik van de week even lekker stofzuigen. Ik kan het dan maandag wel even doen. Dan hoef ik niet alles in één keer te doen. Want ik merk toch dat dat me veel energie kost. En ik wil eigenlijk straks gewoon even lekker knutselen. Omdat ik een beetje moe ben. Omdat ik niet heel top heb geslapen. Maar ik heb in ieder geval wat dingen opgeruimd. Ik wil even de spullen van de Action ook opruimen. Ja, ik wil even wat dingen veranderen. Dus dat is de planning. Ik zal jullie erboven dan niet bij zetten. Want het is gewoon bijna niet te doen. En waarom zit mijn horloge nou weer achter mijn... armband. Gisteravond... ja, ik heb een stukje van Op Goed Geluk gekeken. Ik zet jullie heel even voor. Ja, weet je, dat is natuurlijk al een heel oud programma. Ik weet dat Gordon het een keer heeft gedaan. Daar kende ik het dan weer van. Het schijnt dus dat vroeger Carrie Tessen dat heeft gedaan. Maar dat was ver van mijn tijd, dus ik ken dat niet. Ja, het is op zich wel, was wel even grappig. Maar het is nog niet dat ik zeg van, ik ga hier echt voor zitten. Ik vond dan Help Mijn Man Is Klussen leuker, maar dat is dus alweer afgelopen. Ik heb wel even Holder Dan Mijn Dodder teruggekeken gisteren tijdens het eten. En ik moest wel heel erg... lachen, want er was dus een vrouw uit Utrecht en die praatte dus precies als Tineke Schouten. Zij heeft een typetje, volgens mij is dat Leni uit de Takkenstraat, en zij sprak precies zoals Tineke Schouten dat doet, dus dan kun je ook wel zien dat zij heel goed zo'n accentje kan nadoen.
Zij was nog niet eens heel ordinair gekleed, maar alles was pantenprint bij haar. Een pantenprint legging, pantenprint rokje of jurkje. De bovenkant was pantenprint, alles was pantenprint. Uiteindelijk was het wel echt super leuk geworden. En één moeder die was wel best wel ordinair gekleed, want die had echt hele korte jurkjes. En dan kocht haar dochter bijvoorbeeld een jurk voor haar en die ging ze dan helemaal verknippen, zodat die heel kort was. Dat ik dacht van oei, ja. Dat is toch wel heel kort. Ook die was er eigenlijk wel heel erg mooi uitgekomen. Dus ik ben altijd wel benieuwd van houden ze dit vast of gaan ze toch weer terug naar hun oude gedaan. Dus ik kreeg het ook gewoon werkelijk koud toen ik naar die vrouw keek. Want ze was ook heel bloot gekleed en de BH stak overal bovenuit. En ja, het was wel leuk om te zien. Na, op goed geluk, heb ik Steenrijk Straat Arm gekeken. Was ook wel een hele mooie uitzending. Die mensen die wonen in Dubai. En als ik het op tv zag, zag Dubai er wel mooi uit, zeg maar. Veel lichten en ja, was wel heel mooi. Alleen je zag bijvoorbeeld nu minder dat ze gingen shoppen. Ze hebben wel wat dingen gekocht, maar normaal zie je, want dit was ook al een wat oudere dochter die erbij zat. En normaal als ze dan wat kleinere kinderen hebben, dan zie je toch wel dat ze andere dingen doen of kopen dan dat ze nu met wat oudere kinderen zijn. Maar ik vond eigenlijk dat die kinderen van het rijke gezin het ook heel goed deden. Die waren natuurlijk heel veel luxe gewend. En ik vond echt dat die wel heel goed dat deden van, ja, zo kun je ook leven. Dus dat was ook wel heel mooi. Ik heb Klie gekeken. Ja, dat was nu een uitzending en dat gaat vanavond verder. Die Sue Sylvester, die slaat echt helemaal door. Dus dat was minder. En daarna heb ik gekeken naar Rex. Dus dat was mijn avond. Vlog ingepland, artikel online gezet, dus op zich was het een goede avond. Ik heb net even wat opgeruimd in de slaapkamer. Ik wil zo boven eigenlijk even wat doen. Ik wil eigenlijk nu gewoon even alles gaan afnemen en dan van de week even stofzuigen, zodat ik niet alles in één keer hoef te doen, want ik heb het koud en boven is het ook niet echt lekker warm. Dus dat lijkt me nu voor nu wel eventjes een goede beslissing om te doen, dan kan ik het maandag gewoon even daar stofzuigen. Dan is het ook weer netjes, want ik moet ook nog even een tafeltje lijmen. Dus dat heb ik even gedaan. Dus ik heb al even wat spullen, de action spullen zonder op de slaapkamer, die kunnen naar boven, die kan ik inruimen. Daar ga ik jullie dan verder niet bij zetten hoor, want dat vind ik zo'n gedoe. Dan kan ik er boven ook gewoon even snel doorheen. Dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dat ga ik jullie dan wel even bij zetten, want ik ga nu wel echt beneden zitten, want ik heb het echt steenkoud. Ik ga nu eerst even hier stofzuigen en dan ga ik dat eventjes doen. En dan zet ik jullie er straks bij als ik even aan mijn bullet journal ga. Zo, ik ben klaar. Ik heb jullie niet heel erg lang bij het bullet journalen erbij gezet. Is je misschien al opgevallen? Dit komt. Het nam boven allemaal iets meer tijd in beslag dan ik dacht. Want toen keek ik op de klok en toen was het al 3:50. Toen dacht ik, wow, dat ging snel. Dan gaat de tijd soms echt zo hard. Ik heb wel boven alles afgenomen. Ik heb mijn schoendozen nu allemaal naar een opruimhok gebracht. En daar heb ik nu dus knuffels bovenop gezet en wat dingen die op het bureau stonden. Ik wil alleen nog even een hele mooie plek verzinnen voor mijn theedoos. Die heb ik een paar jaar geleden voor mijn verjaardag gekregen van mijn moeder. Maar die moet gewoon een mooi plekje krijgen in de keuken. Omdat het hout is, gaat die heel vet worden. Of ik moet hem in een kastje kwijt kunnen. Maar dat is weer even een klusje voor een andere keer. Ik heb eventjes weer wat geschreven voor mijn Must Bullet Journal. Omdat ik daar ook zo ontiegelijk in achterloop. Dat is echt niet normaal. Dus ik moet gewoon even vol gas dat allemaal gaan bijwerken. Katjes hebben nu lekker net gegeten. En ik ga nog even lekker chillen. Al mijn scrunchies zitten nu om de houder heen. Maar dat zal ik morgen wel even laten zien. Want op de slaapkamer is nu toch donker. Ik heb alle action spullen opgeruimd. Het begint nu boven ook weer, die kamer begint weer wat leger te worden. Dus dat is ook wel heel erg fijn.
En dan kan ik van de week gewoon even stofzuigen en dweilen. En dan is het gewoon allemaal weer schoon. Vanavond kijk ik Alberto Stegeman. Dat ga ik dan even kijken. En daarna heb je meester Frank Visser uit visite. Dus dat is niet meer met Victor Brandt. Maar die gaat die mensen gewoon advies geven. Vind ik ook wel leuk. Ik neem even de tv-kantine op. En ook even de beste kijkers. Die ga ik morgen kijken. Dan kijk ik de beste kijkers tijdens het eten morgen. En dan doe ik tv-kantine morgenavond naar Flikker Maastricht kijken. Vanavond kijk ik ook weer Klee en Hudson en Rex. Ook zin in. En ik moet alleen nog even foto's bewerken. Dus op zich niet een hele drukke avond. Straks heb ik lekker spinazie die ik ga eten. Dus heb ik ook wel zin in. Dan vind ik het altijd een beetje lastig. Omdat het zo lang duurt voordat het uitgedrukt is. Maar dat komt goed. Ik ga nu lekker relaxen. En ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Hele goede middag op deze vrijdag. Het is 6 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het onwijs koud. Ik ga nog niet de verwarming aan doen, want ik ga zo aan de schoonmaak. Dus de kans dat ik het warm krijg is aanwezig. Ik heb mijn oorbellen even uit, want ik had gisteravond ineens heel erg last van mijn oor. Bij het oorbelgaatje. Dus ik wilde mijn oorbel eerst wat losser doen. Dat werkte niet. Toen wilde ik hem eruit halen. Dat ging zo ontiegelijk moeizaam, omdat het heel erg zeer doet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is dus een beetje rood. Ja, omdat mijn schermpje het dus niet meer doet, kan ik ook niet laten zien wat ik film. Dus ik probeer het een beetje op gevoel te doen. Dus die moet ik eigenlijk even in de alcohol leggen om mijn oren even goed schoonmaken. Het alcohol dan gewoon ook even vannacht ook even zonder oorbellen slapen. En hopelijk kunnen ze er morgen weer in, want ik voel me altijd wel kaal zonder oorbellen. Want ik heb die dingen eigenlijk nooit uit. Ik doe eigenlijk nooit mijn sieraden af, behalve mijn ketting met slapen. Voor de rest hou ik alles in en mijn horloge heb ik niet om te slapen. Maar bij oorbellen ben ik niet zo bang dat ze snel dichtgroeien. Al merkte ik wel gelijk dat er wat korstjes op kwamen. En ja, het is misschien, ja, ik weet niet of het licht ontstoken kan zijn. Ik heb geen idee, ik ben geen arts. Maar het voelde gewoon niet zo prettig aan. Bij mijn piercings vind ik dat wel een dingetje. Die wil ik gewoon gelijk er weer in doen, want dat groeit gewoon sneller dicht. Maar dit zit er al zulke jaren. Nou, dat zal wel goed komen. Gisteravond heb ik gekeken naar Alberto Stegeman. En dat vond ik heel erg interessant. Hij deed 2 cases. Nou, de een dat was gewoon ook weer een oplichter. Die hebben ze uiteindelijk ook opgepakt. Dat is gewoon een beetje wat je wel vaker verwacht. Ik moet hartstikke niezen, sorry. Ik ben een beetje verkouden. Ik heb ook heel erg last van mijn loopneus. Gisteravond was ik er alles aan het doen en ik voelde het gewoon zo. Ik denk, ik moet nu een tissue hebben, want ik had op dat moment ook geen keukenrol op de houder staan. En nou ja, keukenrol is ook een beetje hard voor je neus. Maar goed, even terug naar het programma van Alberto Stegeman. Ik heb het helaas niet helemaal vanaf het begin gezien. Omdat de overlap van Goede Tijden naar Alberto Stegeman niet helemaal lekker liep. Dus het was al een beetje begonnen. Ze gingen achter bedelaars aan. Vaak in de stad zie je mensen die bedelen. Hè? Die zien er vaak ook echt best wel zielig uit. Ze kunnen hele gezichten trekken. Hier heb ik het niet, maar in de stad zie ik het wel regelmatig. Ik word er ook altijd een beetje ongemakkelijk van. Vooral als zo'n krantje te verkopen. Ze duwen dat krantje bekant je gezicht in. Ik voel me er altijd heel erg ongemakkelijk bij. Ik loop er ook het liefst met een grote boog omheen. Maar hij ging dus onderzoeken. En je zag daar dus, hij was in Utrecht, er zat een vrouw in een rolstoel. En uiteindelijk bleek die vrouw dus gewoon te kunnen lopen. Een man met een stok, nou die liep ook als een kieviet. Dus het was gewoon een bende die mensen oplichtte. Dus gewoon wel geld vragen, maar dus gewoon uiteindelijk gewoon hartstikke konden lopen. En gewoon hun ding konden doen. Ze haalden best wel veel geld op. Dan gingen ze naar een parkeerplaats en je zag ze gewoon de volgende dag gewoon koffie halen. Alberto heeft ze wel geconfronteerd, maar dat ging als een lopend vuurtje, zeg maar. Bij die mensen. Dus op een gegeven moment zag hij al helemaal geen bedelaars meer. Hij is nog wel geconfronteerd op de parkeerplaats. Maar ja, of het echt indruk heeft gemaakt, denk ik niet. Want die mensen spraken amper Nederlands. Volgens mij was Engels ook niet echt heel gemakkelijk. Dus het was allemaal heel lastig. Daarna heb ik meester Frank Visser uit visite gekeken. Er zat 1 verhaal bij. Dat vond ik echt heel aangrijpend. Dat vond ik echt heel zielig. Het was een mevrouw die was haar kat kwijtgeraakt. Die had haar kat gewoon naar buiten gedaan en die was die avond niet meer teruggekomen. Dus zij is met haar dochter gaan zoeken. Nou, katje was niet teruggekomen. De tweede dag was ze ook niet teruggekomen. Hebben ze posters opgehangen. De derde dag werd zij dus gebeld door een buurvrouw. Sorry, maar mijn hond heeft uw kat doodgebeten. En ze had die kat ook al begraven. Waardoor dat baasje eigenlijk van de kat ook zei van ja,
Maar met alle respect, waarom bel je dan geen dierenambulance of wat dan ook? Ja, en waarom zou ik dat doen? En nou, dat was gewoon allemaal niet heel netjes. Uiteindelijk heeft ze de kat wel teruggekregen. Die is wel weer opgegraven. Heeft ze teruggekregen. Ze heeft hem wel kunnen cremeren, wat ze heel graag wilde. Maar zij wilde toch wel eigenlijk dat die hond gemuilkorfd werd. Omdat het al een tweede incident was. Het eerste kat, hij heeft al, eerder had hij een kat aangevallen. Die was wel, heeft het wel wonder boven wonder overleefd. Heeft wel heel lang in een dierenziekenhuis gelegen. Maar die kat deed me gewoon qua kleurtjes ook nog een muis denken. En dan... Ik word er zo verdrietig van. Dan denk je van, hoe erg is dat? En dan, ja, ik moet er niet aan denken dat je kat het overkomt. En bij mij is die kans gewoon niet heel, omdat mijn katten niet buiten komen. Maar hoe vaak zal dit gebeuren? Nou, uiteindelijk kreeg zij het advies van meester Frank Visser dat zij een brief kon sturen naar de burgemeester met bewijzen erbij. En dan kon de burgemeester, zeg maar, beslissen of dat zijn hond kort aangelijnd werd en gemuilkorfd, zodat hij geen andere slachtoffers kan maken. Dat vond ik wel heel zielig. Ik heb Klee gekeken. Ja, was wel leuk. En daarna Hudson en Rex. Het was helaas wel de ene laatste aflevering. Dus ik heb vanavond de allerlaatste aflevering. Dan moet ik weer op zoek naar een nieuwe serie. Dus dat vind ik jammer. Ik ben ook in een nieuw boek begonnen. Is toch even wennen, maar op zich wel leuk. Alleen maar hele kleine lettertjes. En dan ben ik wel blij dat ik met een e-reader lees. Want dan kan ik de lettertype wat aanpassen. Dat was mijn avond. Nu ga ik hier even stofzuigen en dan ga ik lekker in de slaapkamer aan de gang. Ik heb mijn nieuwe dekbed overtrek van Disney. Heb ik ook al hangen, dus die gaat er straks lekker op. Die andere ligt zo heerlijk. Dus ik ben zo blij dat deze er ook weer op kan. En ik ga eerst even een wasje in mijn machine gooien, want ik heb echt onwijs veel was. Het is echt niet normaal. Sorry voor de geluiden. De groepsapp gaat af. Er is een beetje commotie met wat dingetjes. Dus dat ga ik ook even beantwoorden en dan ga ik jullie erbij zetten bij de slaapkamer. Deze dekbed overtrek erop. Ook super leuk. Dat is wel even een gedoetje. Want ik vond het echt heel veel werk. En dan heb ik deze kussenslopen erop. En dit is dus nu mijn... Hier heb ik dus alle scrunchies op gedaan. Wat ik gisteren vertelde. Dus die zou ik jullie, ook nog even laten zien. Helaas heb ik niet heel veel kunnen vloggen. Want het kaartje was blijkbaar vol. Ja, omdat ik dat nu dus niet meer kan zien. Vanwege dat scherm. Ik zet even mijn handtas terug. Is dat gewoon heel erg lastig. Moet ik het echt doen met de piepjes die de camera geeft. Dat is gewoon heel erg lastig. Maar goed, het is even niet anders. Ik heb wel mijn vinger geknipt net. Met het afhalen van de groenten. Dus dat was minder. En het was een wondje dat bloedde aardig. Dus ik denk, doe maar eventjes een pleistertje omheen. Ik ga nu lekker relaxen. Vanavond kijk ik Flikker Maastricht. Ik kijk met het eten even de beste kijkers terug. En dan kijk ik daarna lekker de tv-kantine. Ik moet nog een artikel schrijven. Ik moet nog wat foto's verder afmaken. Ik was niet helemaal afgekomen. Ik ga kijken naar Hudson en Rex, de allerlaatste. Plie. En ik moet ook de video nog in elkaar zetten. Dus op zich wel een lekker avondje. Maar ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Want ik heb het wel gehad. Ik ben moe. Dus het duurde allemaal even iets langer vandaag. Dus ja, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 7 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vandaag, wil ik gewoon sowieso bullet journalen. Want ik wil echt even verder in mijn mus. Ik wil eventjes wat naaiwerkjes doen. Mijn slot is open. Een paar plekjes wil ik even dichtmaken. En ik heb nog een BH die even gemaakt moet worden. En ik wil eigenlijk even een houder maken voor mijn lipglossjes. Want...
ik wil dat even ordenen met de matte liquid lipsticks en de lipolie. Die moeten even in een apart vakje. En dan de lipglossjes voor de rest kunnen bij elkaar. Dat wil ik even doen. Daar heb ik nog spul voor liggen boven. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga zo even stofzuigen. Ik heb vandaag, gisteravond heb ik lekker gekeken naar Flikker Maastricht. Was echt een hele mooie uitzending. Ook wel heftig. Want Marion werd helemaal in elkaar getrapt door een paar mensen. Uiteindelijk hebben ze ze wel kunnen pakken. Dus dat was goed. En daarna heb ik gekeken naar de tv-kantine. Wat wel heel grappig was. Het was een soort Chateau Meiland aflevering. En dat was best wel goed gedaan. Martien leek niet. Maar die stem die was wel super goed. En dat bleek dus ook iemand te zijn die werkt voor Walibi Fright Nights. En die heeft van de zomer al een keer een filmpje geüpload waarin die Martien helemaal nadeed. Dus dat was echt wel super goed gedaan. Ik heb de laatste Hudson en Rex gekeken. Was ook een mooie uitzending. Maar jammer dat ik nu door de serie heen ben. Dus ik moet nog even op zoek naar wat anders. En gewoon Glee. Dus dat was mijn avond. De video is online gekomen. Ik heb een review geschreven. Dus dat was allemaal prima. Ik ga nu even stofzuigen. En dan ga ik eventjes die dingetjes doen die ik even wil doen. En waar ik jullie bij kan zetten, zal ik jullie bijzetten. Maar ik denk dat het vooral bij het bullet journalen wordt. En als ik nog tijd heb, misschien even mijn wasje opvouwen. Maar dat zou eventueel maandag ook kunnen. Want maandag heb ik ook niet echt veel op de planning. Dus ik ga even kijken hoe ver ik kom. Maar in ieder geval eerst maar even die naaidingetjes en die houder maken. Vandaag met de aankoopjes van de huishoudbeurs. Ik kreeg namelijk een reactie dat ik alles om het gratis stond er. Nou, dus dat is absoluut niet de insteek geweest waarom ik naar de huishoudbeurs ging. Maar ik wilde het toch wel even kort uitleggen dat het zo niet is bedoeld als het zo is overgekomen. Wat ik meer bedoelde is dat we de laatste jaren eigenlijk best wel verwend zijn met veel gratis dingetjes. En dat dat per jaar gewoon minder wordt. En omdat het een 75ste editie was, was er gewoon best wel groot aangekondigd. En dat dat eigenlijk niet echt zo was. Ik wilde er eigenlijk alleen maar mee zeggen dat het per jaar gewoon minder wordt met de weggevertjes. En natuurlijk ben ik niet gegaan voor die weggevertjes. Ik ben gegaan omdat ik het heel erg leuk vind. En ik vind het ook helemaal niet erg om geld uit te geven op de huishoudbeurs. Maar het was meer even zo van... dat dat in vorige jaren gewoon, dat dat nu gewoon minder was. En ik heb het ook gewoon eigenlijk gezegd met een gekke bek, hè. We blijven Nederlanders, we houden van gratis. Maar als ik het vergelijk met jaren terug, dat het gewoon minder is. En ik wilde daar helemaal niet... ik bedoelde er helemaal niks geks mee of zo. Het was gewoon echt puur van een beetje mijn... mening hierin of wat ik hiervan heb ervaren. Dus het was niet de bedoeling dat het overkomt dat ik alleen maar gratis dingen had verwacht. Dat wil ik toch even toelichten. Voordat er misschien andere conclusies getrokken worden. Ja, dat kwam even goed omdat deze video natuurlijk pas donderdag of deze vlog donderdag pas online komt. Maar dat wilde ik toch even toelichten dat het niet zo is bedoeld als dat het misschien is overgekomen. Ik heb net eventjes mijn laaswoord van geordend. Ik ben nog niet tevreden, maar voor nu is het wel even goed. Ik ga nu in ieder geval mijn bullet journal spullen oppakken en dan ga ik dat maar even doen en mijn pleister eraf halen, want die is los aan het gaan.
Oh, de camera was weer leeg, denk ik. Maar ik kon het nu dus niet zien. Ik was vervolgens aan het vloggen en hij viel uit, dus ik weet het niet. Ik heb alles weer opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest, dus dat was fijn. De maakdingetjes zijn klaar. Ik heb de la heb ik ook wel redelijk ingericht. Ik ben nog niet helemaal tevreden, dus ik laat het jullie nog niet zien, omdat ik het nog niet helemaal perfect vind. Maar in ieder geval, ik ben wel even lekker bezig geweest. Ik heb even een bakje met alcohol naar beneden gehaald, zodat ik mijn oorbellen daar even in kan doen. En ook eventjes die oren kan schoonmaken, zeg maar. Zodat mijn oorbellen er weer in kunnen. Ik ga straks lekker eten bestellen, want ik wil mezelf wat mijlpalen geven. En ik had gezegd, bij 250 abonnees mag ik eten bestellen. En die heb ik afgelopen week mogen ontvangen. Dus daar was ik heel erg blij mee. Die heb ik afgelopen woensdag gekregen. Ik zit nu ook alweer over de 250 heen. Omdat ik... Het is niet vanzelfsprekend dat je zelf abonnees mag krijgen. Dus ik vind het wel leuk om er wat beloningen voor mezelf aan te hangen. En dit keer doe ik eten bestellen. Dat ga ik straks lekker doen. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Vanavond heb je ook Ajax, dus dan ga ik op twee schermen kijken. Ik kijk vanavond naar Deze Quiz is voor jou. En ik neem deze ook al even op, dat ga ik kijken. En ik moet nog even op zoek naar een nieuwe serie. Maar als ik erin gevonden heb, dan horen jullie dat morgen in ieder geval. Ik ga jullie dan nog morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 8 maart. Ik zit lekker op de bank. Ik heb niet zo heel erg lekker geslapen, want ik had weer veel nachtmerries. Ik was al een keer heel vroeg wakker. Toen ben ik even naar de wc geweest. Toen ben ik wel weer verder gegaan met slapen. Maar ja, ik had toch wel weer last van de nachtmerries. Dus dat was even minder. Gisteravond heb ik weer gekeken naar Deze Quiz is voor jou. Maar ik blijf er wel bij dat het wel echt een stuk moeilijker is als weet ik veel. Omdat je hier bijvoorbeeld ook filmpjes krijgt. En daar krijg je dan achteraf 3 vragen over. En dat filmpje moet je ook wel... interesseren, want een paar weken geleden hadden ze een filmpje over Lady Gaga. Nou, dat vind ik dan heel interessant. En nu ging het over Connie Breuk, over alias Vanessa. En dan, omdat ik dat toch minder ken, dan gaat het veel over vroeger, onthoud ik het ook minder snel. En bijvoorbeeld een afbeelding waarop je dingen in je op moet nemen, maar daar krijg je dan maar 10 seconden voor. Daar krijg je dan ook vragen over. En eens kijken, wat onthoud je daarvan? Ook heel veel ruimtelijke... inzicht vragen. Bijvoorbeeld een kubus die je op moet vouwen in je hoofd. En dan moet je kiezen welke kubus dan de juiste is. Dat vind ik wel lastige vragen. Maar nou ja, goed. Het is voor het goede doel. Het is voor, je bent weer even bezig om mee te spelen. Ik heb even Kees & Co gekeken. Was ook wel grappig. Ik hoor van heel veel mensen dat ze het minder leuk vinden. Maar ik vind het toch wel leuk. Ja, ondanks dat het vroeger natuurlijk wel het allerleukste was toen Ben er nog in zat. Maar ja, dat is al zo lang geleden. En ik kan al die afleveringen ook echt dromen, die oude afleveringen. Dus op zich vind ik het wel leuk. Ik heb Glee gekeken en ik ben ook met een nieuwe serie begonnen. Dat heet Oogappels en dat is momenteel op televisie. Dat is nu seizoen 2. Ik weet eigenlijk niet op welke dag het wordt uitgezonden. Ik ben nu met seizoen 1 begonnen en ik vond het eigenlijk best wel leuk. Dus ja, wel voor herhaling vatbaar om verder te gaan kijken. Dus dat was wel leuk. Ik had lekker eten besteld, maar het duurde wel gigantisch lang. Want ik had het om 5:05 besteld en het zou 44 minuten duren. Uiteindelijk duurde het echt langer dan een uur. Maar ik kon om 6:45 pas eten. Dus de tijdindicatie klopte niet. Er stond zelfs op een gegeven moment bij de foodtracker dat het al bezorgd was. En het was er niet. Dus ik was eigenlijk net op het punt om te gaan bellen. Van ja, is het allemaal wel goed gegaan? En toen kwamen ze eraan om het te bezorgen. Dus... het was ook te veel. Ik heb niet alles op kunnen krijgen. Maar het was wel heel lekker. En een leuke beloning voor mijn 250 abonnees. Vandaag. Ja, zometeen even stofzuigen. En even mijn foto's maken. Verder niet echt een planning. Het is zondag. Dus nou ja, dan kan het ook. Ik wil eigenlijk even een doekje halen over mijn plankje in de keuken. Want ja... de keuken, dat wordt toch snel weer vies. En ik heb nu mijn Dolce Gusto er niet op staan. Dus die kan ik dan gewoon terugzetten. En hoef ik hem van de week niet weer van zijn plek te halen. Dus dat is wel eventjes een goed idee. Ik heb mijn nagel ook even verwijderd. Ik heb me wel steeds een beetje last van dat plekje hier op mijn duim. Ik
Ik had de pluister er wel afgehaald, want die liep toch al een beetje los. En dat wordt dan zo nat als je je handen wast. En op zich is het wel weer dicht, maar het blijft een beetje een naar plekje. Ik ben een beetje verkouden nog steeds. Ik heb een beetje last van een loopneus, zoals ik van de week ook al zei. Dus, dat is eigenlijk alles. Ik ga nu even stofzuigen. Er gaat vandaag ook niks zijn waar ik jullie bij ga zetten. Maar dat zijn jullie gewend van mij op zondag. Dus ik ga gewoon even mijn dingetjes doen en dan... Ja, verder is het ook een beetje chill. Drie, ik ga fotograferen. Ik heb allereerst hier een matte fix primer van Revolution. Ik kan dus niet zien of ik hem goed in beeld breng, dus ik hoop het. Ik heb deze Bouncy bronzer van Catrice. En het laatste is deze Crystal Eye Powder. Deze Crystal Powder Eyeshadow Paletten. Catrice en Essence hebben dus weer hun lijst bekendgemaakt met de producten die het assortiment gaan verlaten. Nou, nam ik hier voorheen dus eigenlijk heel vaak een video van op. Alleen deze lijsten die komen tegenwoordig steeds later online. Waardoor het eigenlijk een beetje misschien raar is om er een video van op te nemen. Want stel je voor, er zit een product bij waarvan je denkt, oh, die had ik nog heel graag willen kopen. Is de kans heel groot dat die al uit het assortiment is. En je dan net geluk moet hebben dat die nog in een bak zit met sale producten. Mochten jullie hier nu wel animo voor hebben. Of dat je denkt, ja, ik vind zo'n video wel heel fijn om te zien. Sorry, ik heb een beetje een hard stukje hier bij mijn oog. Laat het dan gewoon zeker even weten, want dan wil ik met alle liefde voor jullie zo'n video opnemen. Maar ja, tegenwoordig vind ik het gewoon lastiger, omdat die lijsten dus gewoon steeds later bekend worden. Volgens mij heeft Catrice hem net 2 weken geleden online gezet. Dus ik ben wel al door mijn reviewbakken gegaan van oké, wat heb ik nog van de producten die het assortiment gaan verlaten en hoe kan ik deze gaan reviewen. Maar dat blijft dus een beetje een lastig dingetje. Catrice of Essence is over het algemeen wel wat eerder. Alleen ik heb ook wel gemerkt dat 9 van 10 keer die lijsten niet eens helemaal kloppen. Dat je dan later komt als die producten niet meer verkrijgbaar zouden zijn. Dat er ineens toch nog zo'n... Dat die dan nog in het assortiment zit. Dus dat vind ik een beetje lastig. Ik ga nu even foto's maken. Ik heb net wel even wat dingen in mijn keuken afgenomen. Even laten zien. Ja, ik heb jullie daar ook niet bij gezet. Het was een paar minuutjes werk. Ik heb even mijn kastjes helemaal afgenomen. Dit plankje dus. Alles ruikt niet helemaal naar de dasty. Dit plankje is even afgenomen. Want ik kon nu op de stoel staan. Dus ik kon alles heel goed doen. De prullenbak is afgenomen. En dat was het. En ja, hier aan de zijkant heb ik het geprobeerd met dasty. Maar dan zie je toch nog wel wat vieze vlekken. Dus misschien dat ik daar iets anders voor moet bedenken. Ik ga even wat drinken. En dan ga ik eerst even foto's maken. En ja... Daarna ook lekker relaxen. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik zit eventjes... Lekker in mijn hoekje, want het is toch nog heel zonnig geworden. Ik heb zelfs nog even wat in mijn bullet journal gedaan. Even een pagina afgemaakt. Nou, toch heb ik er nog even bijgezet met de was opvouwen. Terwijl ik zei, ik ga niet te veel doen. Ik was ineens toch heel actief. Wel vind ik het nadeel dat de keuken nu helemaal ruikt naar dasty. En ik vind dasty echt een heel fijn product. Maar ik vind het niet het allerlekkerste ruiken wat het is. Er zijn wel... schoonmaakproducten met lekkere geurtjes, maar dat gaat vanzelf wel weer weg. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen en dan kijk ik vandaag wat lekker weet ik veel. Ga ik weer meedoen. Ik kijk Meisje van Plezier, ik kijk Lee en Rex en neem ik even de noodcentrale op. Die ga ik dan ook even kijken. Moet nog even wat foto's bewerken. Dus verder een rustig avondje. Ik had trouwens nog niet verteld dat mijn stofzuiger alweer klaar was. Die zou ze gisteren bezorgen, maar ik heb de bezorger gemist. Want waarschijnlijk sliep ik nog. Ze zijn heel vroeg geweest. Dus die kan ik nu gewoon ophalen. Dus die ga ik woensdag ophalen. Is echt heel snel gedaan. Ze hebben hem gereinigd en ook wat onderdelen vervangen. Dus dat was echt super snel.
Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Want ik ga straks lekker douchen en eten. En lekker op de bank. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Hele goede middag. Deze. Ik ga het even checken. Want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maandag. Het is 9 maart. Ik ben wel klaargemaakt. Maar ik heb wel onwijs hoofdpijn. Daar ben ik mee wakker geworden. En daar ben ik ook al mee gaan slapen. Was ik eigenlijk een beetje dom. Want ik lag in bed. En ik dacht. Oh, ik heb hoofdpijn. Maar ik had dus geen zin meer om eruit te gaan om aspirine te gaan pakken. En ja, dat had ik dus toen ik wakker werd een beetje spijt van. Want de hoofdpijn die was niet weggetrokken. En vaak denk ik, hoop ik nog wel dat als ik ga slapen met hoofdpijn, dat het wegtrekt met slapen. Maar dat was niet gebeurd, aangezien ik ook weer heel erg nachtmerries had. Dus mijn hoofd die zit al bomvol. Dus het was echt stekende hoofdpijn. Ik heb inmiddels aspirine op en ik hoop dat het wat gaat werken. Het wordt geloof ik al wel iets minder. Maar ik voel me ook in mijn buik een beetje raar om een paar dagen. En ik weet niet of het ook komt. Misschien dat ik nu ook. Oh, ik ga naar een paar vechten. Ibuprofen slik. Als ik daar niet zo lekker op ga. Want ik gebruik normaal altijd Panadol. Dat zijn omhulde tabletten. En ibuprofen is ook een omhulde tablet. Maar ik was dus even overgegaan op de ibuprofen. Omdat ik dus. 2 weken terug zo last van mijn blaas had. Dus ik dacht, omdat dat een beetje ontstekingsremmend is, ga ik daar even over. Ik weet niet of het daarvan komt, ik weet het gewoon niet. Ik heb in ieder geval mijn nagels gedaan. En dat is dit kleurtje van Essence. Het is de This Is Me. Ik had daar een heleboel lakjes van. Die moest ik allemaal nog testen. Die heb ik naar beneden gehad en ook al gefotografeerd. Dit is de 08 Strong. Het is een beetje paarsachtig. Misschien komt het op de camera zelfs zwart over. Maar dat kan ik dus niet zien. Gisteravond heb ik weet ik veel gespeeld. Ik had een 6.8, dus nou, dik prima. 7 was nog leuker geweest natuurlijk, maar ik ben met een 6.8 al heel erg blij. Omdat, ja, voldoende is een voldoende. En bij een 6 heb je bij weet ik veel een voldoende, dus dat was wel super tof. Daar heb ik Meisje van Plezier gekeken, was ook wel weer een spannende aflevering. Maar ja, sommige beelden dan denk ik wel van, moet dit, dat ze dan met z'n drieën... bijvoorbeeld bij elkaar zijn. Nou, ik hoef er geen tekeningetje bij te maken. Dat hoeft voor mij dan weer niet. Maar ja, het hoort bij de serie. Het is op zich wel een mooie serie om te volgen. Ik heb nog even de noodcentrale gekeken. Was ook wel mooi, maar niet heel spectaculair. Klee was wel heel bijzonder, want er gingen er twee koppels gingen trouwen. Het homoseksuele stijl en het lesbische stijl, als je dat zo noemt. Ik weet geen net woord voor twee vrouwen eigenlijk. Maar die gingen dus uiteindelijk samen trouwen. Eerst zouden alleen de twee vrouwen gaan trouwen. En toen hadden ze toch die jongens overtuigd om ook te gaan trouwen. Want hun zouden al gaan trouwen. En toen is die relatie overgegaan. Die gingen nu uiteindelijk ook trouwen. Je merkt nu wel gewoon echt dat dit het laatste seizoen is. Dus ik ben wel benieuwd... naar de komende afleveringen. Ik heb er niet zo heel veel meer. Dus hierna een andere serie uitkiezen. Ik heb nog even naar Rex gekeken. Was ook mooi. Dus dat was het eigenlijk. Vandaag wil ik eigenlijk. Ik ga sowieso hier eerst even stofzuigen. Want de kat is nog steeds aan het vechten. Dus ik heb overal haren. Daarna wil ik even boven die kamer eventjes gaan stofzuigen. Misschien even. Siri, bemoei je er niet mee alsjeblieft. Dat tafeltje proberen te lijmen. Eventjes daar dweilen en dan is dat ook klaar. Even mijn was in de kast en dan ga ik daarna gewoon eventjes... Ik heb toch wat medicijndoosjes even weg moeten. En nog even bullet journalen, dat ga ik gewoon hier doen. Ik heb niet zo zin om nu boven te zitten. En als ik daar heb gedweld, dan wil ik er sowieso even niet overheen lopen. Dus dat is voor nu eigenlijk even de planning. Ik dacht eerst toen ik opstond, oh, ik ga het helemaal niet doen. Want ik heb zo'n hoofdpijn, maar... Aangezien het nu al wel wat afzakt is, kan ik het wel gaan doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga even handschoenen pakken. Mijn handschoenen zijn er weer kapot. Want ik had een S genomen. Ik heb wel smalle handen, maar die zitten zo onwijs strak. Dat ik er met mijn nagel doorheen ben geprikt. Dus dat was niet zo slim. Oh, lekker dit. Dus die ga ik even pakken en dan ga ik eventjes die dingetjes doen. Boven ga ik jullie er niet bij zetten, want het was voor mij altijd al heel erg lastig om uit een goede hoek te filmen. Dan kon ik op het scherm nog een beetje zien van, kan ik,
zie ik dit goed en gaat dit allemaal goed? Heb ik voldoende licht? En dat ga ik nu gewoon helemaal niet meer kunnen zien. Dus dat ga ik niet doen. Mijn bullet journal ga ik jullie dan gewoon wel even bijzetten. Dat ga ik nu allemaal eventjes doen. Dus ik ga eraan beginnen. Zo, ik ben klaar. De camera was alweer leeg, dus ik heb jullie met bullet journaling maar even met de telefoon erbij gezet. Het is zo irritant dat ik niet kan zien wat ik nu aan het filmen ben gewoon met die camera. Dat is echt gewoon drama. En ik had dus ook al contact opgenomen, maar de garantie is wel verlopen. En ik kan hem alleen maar laten maken op mijn eigen kosten. En ik denk gewoon dat die kosten hoger zullen zijn dan wat de hele camera heeft gekost. Dus ik hoop met de tijd gewoon toch maar een andere aan te schaffen. Want dit is gewoon drama. Maar voorlopig moeten we het er even mee doen. Ja. De bovenverdieping is ook wel weer klaar. Ik was even aan het stoeien met een tafeltje wat geluimd moest worden. Dat wou allemaal niet. Dus ik heb hem maar eventjes netjes in plastic of in kranten gewikkeld en even weggezet. Want ja, nu staat hij ook stof te happen. En ik had er een kleed onder liggen. Die heb ik nu weer netjes in de kast. Dus ik ben nu al boven wel weer tevreden even voor nu. Ik ga nu nog even lekker relaxen, straks douchen en eten. Vanavond kijken zonder kopen. En Hondelo mee door, dan kijk ik even terug. En gewoon Glee RX. En ja, dat is mijn avond. Ik moet nog even een artikel schrijven, maar dat is het ook. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 10 maart. Ik ben klaargemaakt en vandaag is eigenlijk gewoon weer de standaard schoonmaakdag. Ik ga de kattenbak doen, de gang en de douche. Dus dat is de planning. Ik heb gisteravond gekeken naar het kopen zonder kijken. Het was een hele moeilijke klus, want het was al een echtpaar, die was al ja, wat ouder en die had een heel mooi huis, maar die wilde gewoon eigenlijk heel graag een huis. Wat kleiner was. En ze wilde het liefst iets van een bungalowtje. En ook vrijstaand. En ook het liefst alles beneden, zeg maar. Dus de badkamer en een slaapkamer. In de hoogte boven het liefst nog wel twee slaapkamers zitten. Maar voor hunzelf alles beneden. Maar ze wilde eigenlijk heel weinig concessies doen. Dus ze wilde de plaatsen niet uitbreiden waar ze eventueel zouden willen wonen. Nou ja, geld dat moet kunnen, hè, om een groot budget te creëren. Dat is niet iets van het niet willen, maar het kan ook iets zijn van niet kunnen. Uiteindelijk zijn ze heel erg lang op zoek geweest naar een woning. Dachten ze wat gevonden te hebben. En zag er ook echt wel heel erg mooi uit. En een grote woonkamer ook nog wel. En daar konden ze dan beneden nog een slaapkamer bij maken. Hoe het op de 3D-afbeeldingen eruit zag, was echt heel erg mooi. Uiteindelijk gaan ze een rondje rijden waar ze dus allerlei huizen bij tegenkomen die dus te koop staan. Alleen bij alles zeiden ze ook, oh dit vind ik niks, dit vind ik ook niks, de buurt vind ik vreselijk. Dit is niet wat wij hebben aangegeven. Dus ze waren eigenlijk heel teleurgesteld nadat ze die ronde hadden gereden.
toen hebben ze een gesprek aangevraagd. Want ze hebben dan op een gegeven moment 3 dagen bedenktijd. En die waren bijna om. Waarop ze aangaven van ja, we zijn heel teleurgesteld toen we het rondje reden. En we weten niet of we hiermee door willen gaan. Toen hebben ze uiteindelijk Martijn en het team, zeg maar, hebben de beslissing genomen. Door te zeggen, oké, we gaan nu stoppen. Want we willen ook niet het resultaat hebben dat we jullie ergens plaatsen waar je gewoon hartstikke ongelukkig bent. En hun draaiden weer een beetje buiten. Ze zeiden ook, ja, als we het niet leuk vinden, kunnen we het altijd weer goed verkopen. Nou, uiteindelijk mochten ze dus wel zien welk huis ze hadden aangekocht en hoe het geworden zou zijn. Nou, dat vonden ze er wel leuk uitzien of mooi uitzien, maar ze waren wel blij dat ze het niet hadden gedaan. Het was ook de eerste keer trouwens dat een koop niet doorging. Dat heb ik dit vorig seizoen nog niet gezien. Daarna heb ik Holler dan weer doorgekeken. Nou, dat is me toch wat. Het was allereerst een moeder die had haar dochter opgegeven. Haar dochter was 36, woonde bij haar moeder, had een zoontje van 7, maar alles was plastic. Kijk, nep haar en nep nagels, dat is tegenwoordig heel normaal. Dat hoort zo bij heel veel mensen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die alles nep hebben. Nou, dat is prima. Alleen, zij had... En lipfillers, nou dat hoor je tegenwoordig ook steeds vaker. Grotere borsten, nou dat is ook niet echt nieuw meer. Maar zelfs haar billen had ze laten opspuiten. Ze had vet van haar lichaam weg laten halen dat ze in haar billen laat implanteren. Nou, alles was groot en de kleding ook veel te bloot. Want dan zag je dat ze met haar zoontje naar een soort speelhal ging. En stonden ze op een... springkussen te springen, nou, het bleef allemaal net, het sprong net het topje niet uit, zeg maar. Ik dacht echt van, hoe kun je dit doen? Dat je dit hiervoor niet schaamt, dat je hier prettig bij voelt. Ik zou me dat echt niet voelen. Maar uiteindelijk was het ook wel heel erg mooi geworden, het eindresultaat. De nephaar ging eruit en ze hadden ook wat aan haar tanden laten doen. Ze wilden ze eigenlijk heel wit hebben, maar dat deden ze niet. Ze wilden ze eigenlijk gewoon echt spierwit hebben. Maar die tandarts die deed dat gewoon niet. De tweede moeder die was 50. En nou ja, als je wat ouder wordt, alles gaat wat meer hangen natuurlijk. Helemaal ook als je kinderen hebt gekregen. Maar ze droeg ook hele open topjes. Ja, ook de onderkleding kon ook niet. Maar die topjes vond ik wel opvallend. Want en dan hing het zo en dan is dat nog wat te klein. En... dan ook van die shirtjes waar alleen de tepels bedekt zijn. Dat ik echt denk, van, hoe kun je hier zo prettig bij voelen? Nou, die, en ook, ze had ook wel nep haar. En het was ook echt heel rood. Vuurrood gewoon bijna. Maar die had ook wel een heel erg mooie metamorfose gehad. Of make-over. Echt wel heel erg mooi ook. Had ook de tanden laten doen. En ook haar zoon. Ze waren 20 jaar niet naar de tandarts geweest. Dat was ook heel mooi geworden. Gewoon ook dat nep haar eruit. En nu zag het er echt gewoon heel mooi uit. Ook de make-up heel mooi. Want haar eigen make-up, ze zat ook bij de ogen. Vond dat een beetje gek zitten. Heel, heel, ja. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik vond het niet heel netjes. Maar nu zag het er ook heel mooi uit. Maar ik ben dan wel heel benieuwd of dat ze het blijven volhouden. Glee gekeken. Dat was ook wel heel bijzonder, want die Sue Sylvester die wil directeur van het jaar worden. En daar had ze weer eentje voor ingeschakeld. Ik heb dat niet in je contacten kunnen vinden. Die staat ook niet in mijn contacten. En daar had ze dus weer hulp bij ingeroepen. En die man die wilde daar dus wat voor terug. En dat betekende zijn neefje die deed... Ja, dat was iets, die waren Joods en dat was dan een speciaal feest... Maar de jochie, dat had mijn attitude. Nou, niet te geloven. Iedereen moest alles voor die jongen doen. Hij kon best wel goed zingen, maar hij kon helemaal door het licht gaan als iets hem niet beviel. Nou, uiteindelijk komt hij ook nog op die school. Dus, nou, 1-1 heb je. Hij was ook echt nog heel erg jong, dus in feite kon het helemaal niet. Maar ze hebben die leraar ervan overtuigd van zijn andere school. Ik heb een haartje in mijn lipstick. Dat hij naar die school mocht waar de Kliekclub zat. Dus dat wordt nog wat. Daarna heb ik Rex gekeken, was ook gewoon leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt, dus dat was mijn avond. Ik ga nu eventjes mijn dingen doen en dan ga ik jullie waar het kan erbij zetten.
Goud. De gang is weer lekker schoon en de douche ook helemaal. De katten hebben lekker een schone bak. En nou ja, jullie hebben gezien dat ik zelfs de was nog heb kunnen opvouwen. De groente staat ook klaar, dus ik ben best wel productief geweest eigenlijk. Dus dat is best wel fijn. Dus alles is nu in ieder geval weer lekker klaar. Vanavond ga ik kijken naar... Ja, ik denk dat programma met Frans Bauer, dat vond ik vorige week wel mooi. En daarna weet ik het eigenlijk nog niet, want daarna heb je niet heel veel wat ik interessant vind. Ik geloof dat je Paleis voor een prikkie nog hebt, maar dat zijn wel allemaal herhalingen. Maar ja, ik kijk wel even wat daarna ga kijken. Ik ga sowieso Klee kijken en ook Rex, dus dat sowieso. Ik moet nog foto's bewerken, misschien nog even wat verder met de vlog. Maar ik kijk wel even hoe de avond loopt. Straks in ieder geval lekker douchen en eten maken en dan zie ik het wel. Ja, wat de televisie me brengt vanavond. Want ja, de meeste programma's zijn toch wel weer een beetje afgelopen. En ja, nu heb je geloof ik een programma over een ziekenhuis. En ik ben niet zo'n ziekenhuisfan. Dus nee, operaties en zo, dat trekt mij sowieso niet. Dus ik ga het gewoon even zien. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik hoop dat de beelden een beetje duidelijk zijn. Sorry, ja, ik kan dus gewoon echt niet zien momenteel wat ik film doordat mijn schermpje het niet meer doet. Dus ik probeer mijn best te doen, maar het is soms een beetje lastig. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook het belletje aanzetten, zodat je een melding krijgt en je geen video van mij hoeft te missen. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Ik wil alle nieuwe abonnees nog even van harte welkom heten. Super leuk dat jullie geabonneerd zijn, daar ben ik heel dankbaar voor. En ik hoop je in ieder geval bij een volgende video weer te zien. Doeg!